En hier in de plenaire ruimte, met de mensen die hier aanwezig zijn, is er een panelgesprek met ketenpartners. En dat wordt geleid door Marcel Klop. Veel plezier bij de deelsessies en we zien jullie graag tegen 12 uur weer terug voor de plenaire wrap-up. Tineke, dankjewel voor de aankondiging. Welkom bij de paneldiscussie, waarin ik de panelleden ga vragen naar hun ervaringen met het verwaarden van tweede, derde keuze akkerbouwproducten. Vanochtend al wat discussie geweest over wat is dan hoogwaardig. In onze definitie is hoogwaardig bij voorkeur anders dan veevoer. En zeker anders dan vergisting en compostering. Daar ga ik de panelleden wat vragen over stellen. Mijn naam is Marcel Klop. Ik ben verbonden aan Tekko. Tekko is een innovatie-doelbureau. En mogelijk kennen jullie Tekko ook wel als mede-initiatiefnemer van Peel Pioneers. Op dit moment operationele fabriek in Den Bosch om sinaasappelschillen te verwaarden. Ooit hier ook nog wel eens een keer een prijsvraag gewonnen in het Flevolandse, maar uiteindelijk geland in Brabant. Ik wil graag kort de panelleden aan u voorstellen. Ik begin even bij Wino Vermeulen, directeur-eigenaar van Flevosap. Je mag straks nog wat meer vertellen over je bedrijf en hoe jullie bezig zijn met verduurzaming in zijn algemeenheid en verspilling specifiek. Esther Egging, mijn collega bij Tekko, heeft met enorm veel energie gewerkt aan de pilots, aan het opzetten en ook aan de begeleiding daarvan. En Chris Pijn van den Dries, die is hier niet fysiek aanwezig. Ik weet niet, kunnen we misschien even kort een foto van hem laten zien, dat we weten hoe Chris Pijn eruit ziet? Niet direct, ik ga gewoon door. Jullie zien hem verschil in beeld verschijnen. Chris Pijn is directeur-eigenaar van... Ah, oké. Ik zie hem hier. Ah, nu zien we hem ook in beeld. Hij is directeur-eigenaar van Bio Romeo. Vanochtend chatte hij ook al even mee. Daar waar het ging om een convenant tussen retail en primaire schakel. Daar ga ik hem straks zeker ook een vraag over stellen. Omdat dat heel erg raakt ook aan waar wij met hen een pilot mee gedaan hebben. Even een korte mededeling. Het is een hybride event, hè, dus ook via de chat kunnen vragen gesteld worden. Ik krijg vanuit de regie een seintje op het moment dat er een vraag is. Dus chat vooral ook mee. Stel je vragen daar. En ook vanuit de zaal van harte welkom om even je hand op te steken. Dan komt er iemand met een microfoon naar je toe en je vraag te stellen aan het panel. Ik ga beginnen met Esther. We hebben vanochtend gehoord wat eigenlijk de ambitie is van Flevoland. Is een mooie ambitie. Elke reis begint met een eerste stap. Zou jij eens kunnen schetsen hoe wij vanuit Tekko zeg maar, die ambitie vertaald hebben? Hè? Wat hebben we in concrete acties? Wat hebben wij daar voorgesteld aan aanpak? Kun je daar iets over vertellen? Zeker, ja. Nou, wij hebben eigenlijk de ambitie van Flevoland om de grondstofleverancier van de circulaire economie te worden in 2030... aangepakt om te kijken, oké, hoe doe je dat nou? Waar moet je dan aan de slag? En wij denken dat echt in die ketensamenwerking nodig is. En dat werd eigenlijk vanochtend ook weer bevestigd. We zijn begonnen met een verkenning, een marktverkenning, om te kijken met heel veel verschillende mensen in de keten gesproken. En uit die marktverkenning kwam ook heel duidelijk waar er dus kansen liggen voor het verwaarden van reststromen. En die liggen eigenlijk vooral in de samenwerking in de keten. Andere ketens, kortere ketens, nieuwe samenwerkingen. Eigenlijk op dat vlak waren de grootste kansen om die circulaire economie vorm te geven. Daarnaast hebben we ook gekeken naar, waren er eigenlijk ook kansen voor meer de raffinagehoek. Maar dat zijn eigenlijk langere samenwerkingstrajecten, dus we hebben voor nu eigenlijk gefocust op die primaire schakel. Dus dat gaat echt over de agrarische bedrijven. Om vanuit die primaire schakel te kijken, waar is er daar op dit moment verspilling? Welke reststromen ontstaan daar? En met wie kun je dan gaan samenwerken in de keten om die tegen te gaan of te verminderen? We hebben daarin ook, omdat het in eerste instantie een pilotprogramma is, ook begonnen met meer de low-tech opties. En het businessmodel innovatie, dus niet zozeer die meer ingewikkelde innovatiehoek.
Esther, als je zegt low-tech, ik weet niet of iedereen, voor iedereen dat begrip helder is. Wat bedoel je daar precies mee? Ja, dus bijvoorbeeld bij bioraffinage, daar heb je heel veel technologie nodig. Of relatief veel technologie nodig. Dat zijn echt langere onderzoekstrajecten. Die zeker ook nodig zijn. En in de toekomst ook zeker een plekje nodig hebben om die te gaan ontwikkelen. We zijn dus meer begonnen bij het BIS-model. Dus meer bij andere soorten samenwerkingen van... eigenlijk samenwerkingen in de keten die er nu nog niet zijn en die je relatief makkelijk kan maken. Ja, oké. Ja? Duidelijk. Oh, dan kan ik nu klikken. En na die marktverkenning zijn we... Nou ja, wij zijn een innovatiedoelbureau, dus wij houden van aan de slag gaan. Dus we zijn eigenlijk parallel aan het ontwikkelen van een programma, zijn we gelijk pilots gaan opzetten. En hier ziet u een aantal van de pilots die wij hebben opgezet. We zijn echt begonnen bij de agrarische bedrijven. Dus bijvoorbeeld met BioRomeo, daar gaan we het zo meteen nog verder over hebben. Over het biologische paarse penensap. Daarnaast hebben we ook een pilot opzet in het gangbare groentesap. Ook met Flevosap en met Zonneheert. We hebben gekeken hoe je meer de versproducten van Biobras kan verwaarden. Samen met restaurantketen Sla en Instok. En we hebben gekeken hoe we van Andel Bio, de uien en de bieten, eigenlijk grotere hoeveelheden die nu naar veevoer gaan, eventueel ook zouden kunnen verwaarden naar petfood. Wat misschien net een tikje hoger is in die keten, maar nog steeds niet uiteindelijk waar we natuurlijk naartoe willen. Maar daar hebben we ook proberen een stap in te maken, samen met Duinie. Dus dat zijn de ketenpilots die wij parallel eigenlijk aan het opzetten van een groter programma, waar we nu nog mee bezig zijn, hebben uitgevoerd. En ik stel voor om lekker in een van die pilots te duiken. En dat is in dit geval de biologische paarse penensap. Ja, top. Heel graag. Dan wil ik graag Crispijn even het woord geven. Je hebt je bedrijf nog niet geïntroduceerd, dus daar is nu gelegenheid voor. En misschien kun je ook even toelichten op welke manier ook verspilling binnen jouw bedrijf aandacht krijgt. Crispijn. Ja, dankjewel. Helaas ben ik dus niet te zien. Jullie hadden een mooie foto wel even tevoorschijn getoverd. Dus dat is heel mooi. Dan heeft iedereen toch een beeld bij mijn gezicht. Ja, mijn naam is dus Crispijn van der Dries, eigenaar van BioRomeo. En wij hebben een akkerbouwbedrijf van circa 70 hectare. En daarnaast slaan wij onze producten op en verwerken wij die ook. Ja, maken wij ze supermarkt klaar, zeg maar. Dus het hele proces tot aan het leveren aan de klant, de eindklant, gebeurt hier eigenlijk op het bedrijf. Okay. En dan zie je ook direct, waar ontstaat nou verspilling? Ja, dat is vooral in het verwerkingsproces. Dus als je gaat wassen en sorteren, dan, en je hebt te maken met bepaalde eisen vanuit de klant, dan ontstaat er automatisch verspilling. Ondermaat, bovenmaat, ja. Producten die... Crispijn, ik stel de vraag meteen even, want jij reageerde vanochtend ook in de chat. Ja. Toen het ging over zeg maar afkeur vanuit retail op basis van specs. Toen werd er aangegeven dat er in ieder geval voor Nederland een convenant is waarmee dat getackled zou moeten zijn. Volgens mij zit er toch wel iets wat nuancering in. En anders hadden wij wellicht dit penenproject niet hoeven doen. Kan je daar misschien wat toelichting op geven? Hoe je dat ervaart in ieder geval vanuit de praktijk? Ja, dat is een hele goede inderdaad. Want nou, het was overigens geen convenant. Dus nee. Het zijn geen afspraken. Dan heb ik hem verkeerd gegeven. Maar in ieder geval, ja. Er zou iets in ieder geval vanuit wetgeving geregeld moeten zijn. Dat supermarkten of retail in zijn algemeenheid... zelfs geen wetgeving. ...verantwoordelijkheid heeft om volledige oogsten af te nemen. Ja. Nee, zelfs geen wetgeving, want het was, dat is in Frankrijk. Maar in Nederland zijn het gewoon onderlinge afspraken. Okay. Maar wat ik heel erg ervaar is, overigens wist ik daar niet van. Dus ik ga ook bij mijn afnemers kijken van, nemen zij mede initiatief in dit soort afspraken? En dan ga ik ze daarop wijzen. Dus dat is weer een eye-opener voor mij. Maar goed, wat ik merk is dat, en dat is met name als je met een nieuw product begint. En dat doen wij met gekleurde wortels. Is dat de markt van de reststromen, want er is toch een bepaalde reststroom ontstaat altijd door gebroken wortels of
tweebenige wortels of wat dan ook. En kijk, voor oranjepeen, dat bestaat al zo lang. Daar is een markt voor de sap en weet ik veel, schillerij en van alles en nog wat verzonnen. Ja. Als je met een nieuw product begint, ja, dan is die markt voor de reststromen nog niet ontwikkeld. Dus, en dat is dan wel een zoektocht, dan, om echt iemand te vinden die daar daadwerkelijk mee aan de gang wil. Ja. We gaan straks even dieper in op de casus van de paarse peen. Ik wil ook Wino even gelegenheid geven om Flevosap toe te lichten. Volgens mij een bekende naam hier in de regio, maar sowieso leuk om even het verhaal van de ondernemer zelf te horen. Ja, ik ben Wino Vermeulen van Flevosap. Flevosap, nou, ik hoop voor iedereen een bekend drankje uit Flevoland. Als we kijken naar de oorsprong van Flevosap, 1992 zijn we daarmee begonnen. We hadden een fruitteelbedrijf, we verkochten onze appels via zelf aan de consumenten. En de slechtere appels, daar bleven we mee zitten. Nou, die konden we naar een veiling brengen, maar je kreeg er eigenlijk heel weinig voor. En toen kwamen mijn ouders in Zwitserland het troebele appelsap tegen. En zo zijn wij in 1992 al begonnen met de verwaarding van onze tweede en derde kwaliteit. Als we nu naar Flevosap op dit moment kijken, ons glas bestaat 80% uit gerecycled glas. De plastic is 50% gerecycled. De karton is ook uit gerecycled karton. Wij proberen eigenlijk overal naar die duurzaamheid te kijken. En de producten die we nu verwerken zijn allemaal tweede en derde kwaliteit. Dus de verwaarding van de onderkant. Oké, dankjewel. Dus absoluut ingebakken in het DNA van Flevosap. Ja, zeker weten. Ja, mooi om te horen. Chris Pijn, graag even inzoomen op specifiek paarse penen. Je hebt al eerder toegelicht in het hele spectrum van regenboogpenen heeft de paarse peen de neiging om zich wat vreemd te gedragen. Vreemd in de zin van, het is een natuurproduct, maar in ieder geval groeit vaak buiten spek. En daardoor ontstaat er eigenlijk moeten we geen restro noemen, hè? Gewoon een tweede, derde keusproduct. Het is gewoon A-kwaliteit, maar qua vorm en lengte misschien wat afwijkend. Kan je een beetje indruk geven over het volume van die stromen? Ja, nou bij ons is het zo, en dat is overigens ongeveer in elke peenteelt zo, dat je ongeveer 30% van de productie is reststroom. En dat is het ene jaar wat meer en het andere jaar wat minder. Maar en dat is voornamelijk bovenmaat, ondermaat en afwijkende vormen. Die niet in het zakje passen of die niet in het schaaltje passen. Dat soort. Ja, en even voor de beeldvorming van de mensen hier in de zaal en thuis. Over hoeveel volume hebben we het? Want we spreken over tonnen, maar kun je dat een beetje kwantificeren? In tonnen bedoel je? Ja, of in een andere eenheid, maakt niet uit. Maar in ieder geval in tonnen. Nou ja, vorig jaar was het bij mij dus zo'n 100 ton. Ja. Dit jaar is het wat minder, omdat toevalligerwijs de peen meer in de vereiste maat is gegroeid. Kijk, hij gedraagt zich een beetje beter, Chris Pijn. Exact. Ja. Okay. Dat okay. Komt toch weer door het seizoen of dat we een week later hebben gezaaid. Of, nou ja, ja. Verzin het maar. Maar Hey, en we hebben het nu voortdurend over verwaren, verspilling tegengaan. Dit is niet het enige gewas hè, waar tweede, derde keuzestromen ontstaan. Heb jij voorbeelden ook vanuit jouw eigen bedrijf waar jullie in het verleden zeg maar initiatieven zijn gestart om die tweede, derde keuzestromen te gaan verwaarden? Ja, talloze. Wij leveren ook direct aan consumenten. Die krijgen ook tweede en derde keus. Dat zetten we ook op onze verkooplijst, zeg maar. Tegen een gereduceerd tarief. Nou, dat nemen ze dan vaak ook af. Ja. Daarnaast hebben we samengewerkt met Kromkommer, die soep maakt van reststromen. We werken samen met de Instock Market. We werken samen met de Voedselbank. In Flevoland is ook ooit de knakwortel ontstaan, ja. Helaas weer gestopt, maar die kwamen ook in eerste instantie bij ons terecht om ja. Hey, ik trigger een beetje op, je zegt talloze initiatieven. Dat doet vermoeden zeg maar dat er in de praktijk allerlei hurdles, hoepels te nemen zijn om het ook echt tot een succes te maken en het te laten beklijven. Ja. Wat zie jij daar gebeuren zeg maar in het opschalen met name van dit soort goed bedoelde initiatieven? Ik zie veel van die inderdaad van die start-ups toch weer stranden.
En ja, waar dat dan precies in zit, dat weet ik eerlijk gezegd niet, omdat ik niet zo nauw betrokken ben bij die initiatieven uiteraard. Nee. En wat we nu zijn begonnen, ben ik veel nauwer betrokken dan die eerdere initiatieven. Ja. Dus het kan hem te maken hebben met de logistiek, met het volume wat niet groot genoeg wordt. Mm-hmm. Ja, met een supermarkt die de soep bijvoorbeeld toch niet in zijn kanaal wil opnemen. Nou ja. Ja. Het kan van alles zijn. Ja, oké, dankjewel. Wino, we hebben jou, ongeveer een half jaar geleden benaderd met de vraag van, joh, zou je mee willen doen aan een dergelijke pilot? Wat is eigenlijk voor jou de trigger geweest om te zeggen, joh, ik vind dit interessant. Even los van dat het ingebakken is in jullie DNA. Er zal ook een andere reden zijn waarom je zegt, ik vind het interessant en ik ga hier, ondanks het feit dat ik geen tijd heb, toch tijd aan besteden. Laatste klopt. Groentesappen is steeds meer opkomend. En dit past ook weer eigenlijk, maar dan kom je weer op het DNA van bedrijven uit. Goh, je kunt met een tweede en derde kwaliteit product, wat innerlijk gewoon eerste kwaliteit is, laat dat duidelijk wezen. Het is alleen het zicht wat anders is. En daarom vind ik reststroom, ja, ik vind dat een beetje een slechte naam voor zo'n product. Maar dat past heel goed binnen ons productenscala. En we hebben net al gezien hoe een klant van ons erop reageert. Goh, maar hebben jullie zo'n sapje? Die wist dat niet. En ja, daar zijn wel mogelijkheden voor op de markt. Dus er zit ook zeker een commercieel verhaal in. Maar ja, dat is denk ik ook, dat geldt voor iedereen. Je kijkt er ook commercieel naar. Ja. Zeker iets wat gewoon toekomst heeft en waar ook volume in kan groeien. Ja. Hey, hebben we net al even gezien, hè? We hebben ook gekeken naar gangbaar groentesap. Ja. Hier kijken we specifiek naar biologisch en liever nog de meter. Ja. Merk je dat ook zeg maar, in de manier hoe je dat in de markt zet? Hè? Werk je daar met andere partners samen om dat verder te distribueren? Ja, biologisch, dat doen we met heel veel ook gangbare klanten. Ga je echt naar de meter, dan kom je bij de groene supermarkten, een UDEA, een Odin uit, ja, dan heb je gewoon met de echte groene supermarkt te maken. Ja. Daar is ook een markt voor. Ja. Oké. Okay. Is er vanuit de zaal een prangende vraag? Even dit verhaal aanhorende, zeg maar. Of vanuit de chat, Angelique? Nog niet? Oké. Okay. Vanuit de zaal misschien een vraag om wat verduidelijking te hebben? Of zelf met een voorbeeld te lopen waarvan je zegt, daar lopen we al langer mee, is mijn doorn in het oog. Zou ik hier eens even aan het panel willen voorleggen? Wat een rustige zaal. Oh, ja, Angelique heeft zelf een vraag. Ja, ik heb inderdaad heel eventjes een vraag. Ik vind het altijd interessant. We hebben nu deze reststromen, maar die reststromen willen we natuurlijk ook gewoon in de normale markt zetten. En Wino, denk jij dan dat het voor jou ook een blijvend verdienmodel is? Ik denk dat het gewoon binnen onze productscala gewoon erbij past. En zeker met een groot event wat we in Almere gaan krijgen, de Floriade. Nou, daar kun je met dit soort sappen, ik denk, een hele mooie opening neerzetten om een product te presenteren. Dus er zijn zeker mogelijkheden. En ik denk ook als je met supermarkten gaat praten en je zou een cirkel rondmaken, dan zijn ze altijd voor schapruimte in. En dan is het zorgen dat de smaak goed is en dat de prijs goed is. Ja, en dan is een consument ook genegen om het te kopen. Voldoende beantwoord. Hier is nog een vraag. Oh, of ja, iets dichter bij de microfoon. Ja, ga je gang. Je hebt het nu over van, we hadden vorig jaar 30% afvalstroom en dit jaar is het al minder. Ben je niet bang dat zometeen heb je dus een product in de markt gezet, bijvoorbeeld paarse penissap in dit geval. Ja. Ben je niet bang dat je reststroom zo variabel wordt dat je geen standaard reststroom meer kan hebben en je product zometeen in de markt staat en je reststroom in één keer wegvalt of minder wordt? Ja. Dat is denk ik een goede vraag. Ik denk, zullen we even Crispijn deze laten beantwoorden? Hè, even, er zit wat fluctuatie in deze reststroom. Gaan we het aankunnen, Crispijn?
Ja, ik vooralsnog wel natuurlijk. En er is inderdaad fluctuatie in. Maar het mooie is aan het verwaarden van deze reststroom, middels sap, dat sap ook houdbaar is. Dus je hoeft niet elke dag zeg maar een reststroom te hebben om wel sap te hebben. Dus je kan voorraden maken. Ja, dus het is niet zozeer campagne gebonden. Hè? Dat is eigenlijk wat je aangeeft. Hè? We kunnen exact. Voor een deel opslaan en gedurende het jaar met zekerheid leveren, Rino? Dat denk ik ook. En wat is er mooier als een product even tijdelijk niet beschikbaar is, maar dat je iets anders uit de natuur neerzet. Ja, moet het ook het hele jaar beschikbaar zijn? Moeten we er ook niet steeds meer naartoe? Hé, het wordt nu geteeld, dus we eten het nu. En dat kun je met die sappen ook doen. Ja, dit jaar hebben we meer paarse wortel. Nou, dan hebben we een groter volume. En heb je een jaar later wat minder volume, ja, dan is het 2 maanden niet verkrijgbaar. Is dat zo'n groot probleem? Ik denk het niet. Ik denk dat ook een bepaalde charme voor een product is. Dus daarmee, consument moet eigenlijk gewoon accepteren. Hè, het is nu voorradig. Dit is het moment. Net als bij pompoenen. Dit is het moment om ze te eten. En de rest van het jaar zoek je iets wat bij dat seizoen past. De consument moet meer een klik met de natuur krijgen. Van, als het buiten 10 graden vriest, dan kun je geen buiten aardbeien eten. Nee. Duidelijk. Wie heeft er überhaupt reststromen? Even, of tweede, derde keuzestromen van de mensen die hier nu in de zaal zitten? Misschien kun je iets. Zitten er telers of verwerkende bedrijven in de zaal? Ja? Wij zijn een drogerij. En, sorry, een drogerij? Drogerij, ja. VNK, Biddinghuizen. Ja. En wij hebben als reststroom peterselie stelen bijvoorbeeld. Okay. Die op dit moment worden gebruikt voor de biovergisting. Voor het biovergisten? Ja. Doen jullie zelf of op locatie? Nee. Okay. En een drogerij, hebben jullie zeg maar ook tweede, derde keuze producten als inputmateriaal voor jullie proces? Of hebben jullie specifieke teelt voor bepaalde eigenschappen van hetgeen jullie drogen? Wij proberen zoveel mogelijk. Je hebt natuurlijk met vers product als peterselie verschillende knoppen om aan te draaien. Het is een product wat nu gemaaid wordt en ongeveer binnen 2 uur bij ons in de drogerij ligt. Ja. Door die keten zoveel mogelijk te controle proberen we zo min mogelijk voedselverspilling te creëren in dat deel van de keten. Ja. Wij proberen ook ons product zo te maken dat we uiteindelijk een product hebben wat we eigenlijk altijd aan onze consument direct kwijt kunnen. Dat begrijp ik, maar even, want jullie doen meer dan peterselie volgens mij, hè? Allerhande kruiden volgens mij ook die jullie die aanvoer van zeg maar de ruwe grondstof. Zijn dat partijen die dat specifiek voor jullie telen? Of zijn dat ook partijen zoals bijvoorbeeld een Bioromeo, hè, waar een tweede, derde keuze stroom ontstaat, waar jullie van zeggen, oké, die kunnen we ook innemen en daar zouden we ook mee aan de slag kunnen? Op dit moment is dat wel heel lastig, want wij hebben bijvoorbeeld een hele grote droger staan die echt heel specifiek is voor bepaalde producten. Ja. Ga je meer kijken naar derde keuze drogen, dan zijn het hele specifieke processen. En je merkt in een droger dat wat moeilijker is om bijvoorbeeld een hele grote droger gelijk aan te passen. Ja, oké. Dus een capaciteitsuitdaging zeg maar om de droger vol te krijgen. Okay. En ook als je wisselt per product natuurlijk. Als wij nu peterselie maken en we gaan daarna iets anders drogen, dan moet alles schoongemaakt worden voor het nieuwe product. Ja, oké. Dankjewel voor je toelichting. Wat is eigenlijk de samenstelling van de zaal? Want dan ben ik wel benieuwd wie er... als het geen productiebedrijven is, zijn de beleidsmakers die in de zaal zitten? Anderszins? Ja? Oh. Ja, kunt u iets zeggen over wat u hier nu hoort? En volgens mij was u van Noord-Holland. Hoe speelt het in Noord-Holland? In Noord-Holland gaat het hebben we hetzelfde probleem in feite als Flevoland. Het karakter is, het is wat anders. Het is hier landbouw in Noord-Holland wat meer veeteelt. En wij zijn op zoek zo naar de hele voedselketen. En wij hebben het gesplitst in een agrodeel. We hebben een voedselvisie op.
En we hebben een circulair deel en daar hebben we een actieagenda op circulaire economie. Ik ben zelf ook verantwoordelijk voor de actieagenda circulaire economie. En met name op het stukje voedselverspilling wat wij doen. En daarbij richten we ons op ondernemers en op gemeenten om die te stimuleren om te kijken wat we kunnen doen aan voedselverspilling. En vanuit de circulaire economie richten we ons op de retail en op de horeca. Ondersteuning via de gemeentes gaat richting de burgers, want de burger is in feite de grootste voedselverspiller. En via de voedselvisie richten we ons op de productiebedrijven en al wat ertussen zit. En die zijn ongeveer verantwoordelijk voor ongeveer 30% van de verspilling. Zo proberen we binnen ons wat we kunnen doen om te helpen om die voedselverspilling naar beneden te krijgen. En nog een leuk detail, misschien vindt u het helemaal niet leuk, maar misschien ik vind het heel erg leuk, ja. Is dat we ook, ja, dat heb je ook wel eens, dat we ook met een zevental middelbare scholen projecten gaan doen, samen met leraren. En dat zijn misschien wel hele kleine projecties, maar ook het is ook mede ideeën hebben gekregen van de Stichting tegen Voedselverspilling, dat we daar projectjes gaan uitzetten en die we dan gaan beoordelen, om dan vanuit de jeugd, dat zijn de jongeren, om bewuster te laten zijn van voedselverspilling en dat je er zelf ook wat kan gaan doen. En dat begint al bij het bewaren van voedsel, het niet weggooien van je brood en het bewaren van voedsel buiten de koelkast. Want wij flikkeren, wij gooien alles maar in de koelkast, terwijl het ook helemaal niet hoeft bijvoorbeeld. En wat zorgvuldiger met voedsel om te gaan. Ja. Dat zijn van die hele kleine dingetjes waar je dan kan beginnen. Maar dat is soms heel inspirerend om te doen. Dat zijn dingen die we vanuit Noord-Holland doen. Los van het feit dat we samenwerken met Flevoland binnen de metropoolregio Amsterdam. Ja, mooie voorbeelden. Dankjewel. Hier vooraan zag ik net ook nog een vinger volgens mij toen ik beleidsmaker noemde. Dus ik weet niet of dat ook het geval is, maar ga je gang. Ik ben Lisanne Runnard van de gemeente Urk. Ja. En wij zijn nog een beetje in de onderzoekfase wat wij als gemeente kunnen betekenen op het gebied van voedselverspilling, voedsel in het algemeen. Vandaar dat ik hier ben vandaag, om gewoon informatie te halen. Dus, ja, en is dat dan ook specifiek op, er zit natuurlijk een grote visafslag, visverwerking op Urk, dat is bekend. Ja. Daar wordt niet alleen vanuit de Noordzee verwerkt, maar volgens mij ook vanuit hele andere delen van de wereld. Klopt. Wat gebeurt daar nu mee? Ik moet eerlijk bekennen dat ik daar nog niet zo in bekend ben. Wel is in de visserij al best wel een circulaire productie gaande. Ja. Dus maar wij missen ook wel in heel veel, vooral ook het stukje onderwijs en zo, is heel veel gericht op agrarisch. En wij zouden daar ook wel wat meer de visserij in terugzien. Dus ja. Vandaar dat wij ook die koppeling proberen te zoeken. Ja, heel goed. Dankjewel. Nog andere reacties? Ik zie Mandy in de zaal zitten. Volgens mij heeft hij net een switch gemaakt van Eris naar... Mandy zit hier vooraan. Van Eris naar Horizon, de ontwikkelingsmaatschappij van Flevoland. Volgens mij is dit ook een thema wat aansluit bij jouw agenda. Kan je iets schetsen over het beeld dat jij hebt ten aanzien van specifiek dit thema binnen de provincie? Ik ben sowieso blij om te horen dat we hier vandaag ook, Janico gaf het vanochtend ook al, aan dat we vandaag kunnen uitspreken met elkaar. Dat het echt hoog op de agenda staat, dit thema. Ik vind het ook heel mooi om te horen dat dit thema voedselverspilling dus echt zo'n grote bijdrage heeft aan die klimaatopgave. Samen met de eiwittransitie natuurlijk. Dus voor mij ook weer even heel helder waar we nu staan. En dat we daar echt met elkaar werk van moeten gaan maken. En je had het net over onderwijs. Dat zit hier naast mij, Marjan. Dat is misschien een mooie koppeling zo meteen. Mooi, dankjewel. Dankjewel. Ik ga weer even terug naar het panel. Anders dan staan ze hier ook maar voor zich uit te kijken. Het is natuurlijk de ambitie om dit... dat vergeten we bijna. Op de tafels, ja, sorry voor de mensen die via de livestream inbellen. Op tafel staat een sample van het paarse penissap waar we hier al een poosje over spreken. Hier staat het ook. Het is gewoon food grade, hè? Dus u kunt het gewoon proberen. We horen heel graag wat u daarvan vindt. Dus terwijl we aan het praten zijn, neem gerust een slokje om te proberen of het ook voor u een lekker sapje is. Ik wil even terug naar Esther.
Want we hebben natuurlijk een aantal pilots gedaan. En we hebben natuurlijk een ambitie om dat gewoon ook continuïteit te geven. Kan je iets vertellen over wat we graag voor ons zien binnen de provincie? Specifiek op zeg maar, het doen van pilots, om daarmee heel gericht ook in actie te komen. Zeker, want ja, wat ik net ook al hoorde bij bijvoorbeeld Chris Benint ook aangaf van nou, er zijn best wat initiatieven, ook hele leuke, goede initiatieven die ook gewoon nog wel doorlopen. Maar dat opschalen van initiatieven of echt de volumes waar we het over hebben, als we het hebben over deze tweede, derde keus stromen, om die te verwerken op een circulaire manier. Ja, dat is gewoon echt een uitdaging. En dat hebben we ook wel gemerkt in de pilots die wij nu gedaan hebben. Dat het gewoon heel erg belangrijk is om nou ja, de agrarische bedrijven erbij te betrekken. Zodat zij helemaal aangehaakt zijn. En ook vanuit het probleem eigenlijk. Waarbij je kan afvragen of het probleem eigenlijk bij hen zou moeten liggen. Maar vanuit die reststroom eigenlijk de pilots op te zetten. En dat werkt erg goed. Dus starten bij de reststroom en van daaruit te kijken naar hoe kan je zo'n ketensamenwerking opzetten. Nou, en dat hebben we samen met de provincie onderzocht en nu eigenlijk onze aannames daarop gecheckt. Dus we zijn ja, erg blij met deze, onder andere deze vier pilots die we gedaan hebben. En we zijn nu met de provincie aan het kijken of we dat meer tot een programma kunnen laten opschalen. Wat zou betekenen dat dit eigenlijk nou ja, elk jaar of de komende jaren zo'n soort programma worden gerund. Dat er meerdere pilots, dat er dus agrarische reststromen, eventueel ook de peterselie, aangemeld kunnen worden. En dat we eigenlijk vanuit die reststroom gaan kijken wat zijn nou interessante, nieuwe, andere, korte ketenpartners die in eigenlijk een hele korte pilot, dus eigenlijk echt snel met een klein groepje, snel schakelen. Echt een beetje de start-up voor degene die dat weten. De lean start-up methode om op die manier deze initiatieven in eerste instantie in de lucht te krijgen. En vervolgens ook op te schalen. Dus zo'n programma, dat zien wij voor ons. Dan zijn we nu met de provincie aan het kijken of we dat, en onder andere ook met Horizon, de ontwikkelingsmaatschappij, te kijken of we dat ook echt in het leven kunnen roepen. Want die pilots, die zijn eigenlijk de motor, dat is dus eigenlijk de acties, het vertalen van de theorie en van het doel naar hoe krijg je dat nou in de praktijk, in de actievorm. Dankjewel. We hebben een vraag vanuit de chat, denk ik. Even kijken hoor. Het is niet uit de chat, maar wel vanuit mijzelf. Oké, mag ook. De vraag is eigenlijk hoe Wino en Crispijn het hebben ervaren, de pilot die jullie met hen hebben uitgevoerd. Nou, Wino. Nou, ik denk, de pilot was heel goed. Ik denk dat TECO daar zeker een goede functie in heeft gehad. En het SAP hadden we snel al klaar, de eerste proef. Wat jullie net gedronken hebben, dat wil ik nog even toelichten, dat is een paarse peensap, 2/3, er zit 1/3 bietensap doorheen, er zit een klein beetje gember doorheen en een klein beetje limoen. En wat is ook weer het leuke van dit sap, dat is samen met Horizon en de Flevo Campus gemaakt. Zij hebben bij ons laten aansluiten Guus Vredehof. Ja, en als je al die schakels bij elkaar zet, dan kun je dit sapje maken. Nou ja, en aan jullie of het lekker is of niet lekker is. Ik ben er wel gek van, maar ja, dat zou ook vreemd zijn als dat niet was. Maar ja, samenwerken op deze manier, dat is goed. En het probleem van TECO, van heel snel opschakelen, dat snap ik. Maar supermarkten en afzet, je hele afzet, die krijgen zoveel nieuwe producten aangeboden. Dus ze houden je tegen. En je moet wel je marketing en alles goed op orde hebben. En dat kost gewoon een jaar, anderhalf jaar, voordat je dan een product met een mooi volume op de markt hebt staan. Het mooie is van TECO dat ze daar eigenlijk te ongeduldig voor zijn. Maar ja, dat ziet ze. Maar je hebt het gewoon nodig voor de supermarkten om schapruimte te winnen. Om het verhaal goed op het etiket te krijgen. Een leuke naam eraan te verbinden. Nou, dat kost gewoon tijd. Dat heb je niet in 2-3 maanden gedaan.
Maar ik heb het zeker als plezierig ervaren. En zeker commercieel zeg ik ook voor ons bedrijf. Nou, de deur staat open voor nieuwe projecten. Dankjewel, Wino. De pulp die nog weer overblijft. Want hé, jullie halen het sap eruit. Wat gebeurt er met die pulp? Die gaat als veevoeder weg. Dus die gaat naar de veeboeren hier in Flevoland. Dus echt van begin tot eind, alles wordt gewoon gebruikt? Ja. Ja. En naar de toekomst zou het natuurlijk best wel kunnen zijn dat ook het pulp wat overblijft nog op een andere manier verwaard wordt dan nu richting veevoer. Er wordt gesproken richting insecten en de insectenteelt, dat daar nog pulp heen zou kunnen. Alleen dat is allemaal nog op zo'n beginstadium. Ja, dat komt later misschien. En nu gaat het gewoon binnen Flevoland naar de veevoeders, naar de koeien. Misschien, Crispijn, kan je ook nog even reageren op hoe jij de samenwerking hebt ervaren met Wino, Flevosap en wellicht ook met ons? Ja, zeker als positief. Hè. Wij werden met onze haren erbij getrokken door jullie. Wekelijks of tweewekelijks een online meeting. Dus dan hou je de aandacht er wel bij en de vaart erin. Als ik één kritische noot mag plaatsen, en dit is een pilot, hè, dus dat zou ook iets vooral voor de toekomst zijn, is om ook even wat verder te kijken naar de vervolgstappen die er mogelijk zijn en qua regelingen, wat er allemaal is in Flevoland. Als je op het punt staat om bijvoorbeeld investeringen te gaan doen of nieuwe innovaties te gaan ontwikkelen. Dus In zo'n proces zou daar ook nog even naar gekeken worden. Ja, even specifiek je vraag op het moment dat er investeringen nodig zijn. Dat er bij wijze van spreken ook ergens een loket is waar je die vraag neer kan leggen. Of dat dan bij de provincie of elders is. Maar in ieder geval dat je ergens met die vraag terecht kunt. Ja, nou goed, ik weet dat horizon er is natuurlijk. Maar als je toch in zo'n traject zit, dat ook meegenomen wordt. Ja, oké, dankjewel. Tineke, hoe ver zitten we in de tijd? Van 7 minuten. Oké. Ik zie hier voor mij links vooraan, voor jullie rechts nog een vraag. Ik zal me even voorstellen, Corina Straatsma. Ik ben statenlid voor GroenLinks. Jullie hebben het over hoe kun je die reststroom gebruiken eigenlijk voor nieuwe producten. Hè? Sappen, soepen, andere toepassingsmogelijkheden. Maar als je nou kijkt naar die consument, hè? Want ik hoorde net Crispijn ook zeggen van ja, een deel van die tweede en derde stroom die verkopen we ook gewoon tegen gereduceerde prijzen aan consumenten. Bemiddelen jullie dan ook daarbij? Dus zeg maar dat je kijkt naar bepaalde supermarkten of eco-winkels of wat dan ook, die producten wel kunnen verkopen. Want er zijn natuurlijk zat consumenten die het niet zo erg vinden als die penen er wat anders uitzien. Is dat een vraag voor Tekko of een vraag voor BioRomeo? Voor allebei misschien. Misschien kan BioRomeo uitleggen hoe misschien ze dat dan doen. Dit hier in eerste instantie, Crispijn. Wat ik merk, en het werd in de vorige presentatie eigenlijk ook gezegd, is dat de vraag is in hoeverre de consument nou die tweede keus niet wil. Mijn ervaring is dat die ze best willen, alleen dat die het niet voor de pak ligt in de supermarkt. Gelukkig komt dat nu wel steeds meer hoor. Maar, dus in feite bepaalt de supermarkt of de plek waar je producten koopt, die bepaalt wat er ligt. En daarbinnen heb je als consument de keus wat je mee naar huis neemt. Dus als er geen tweede keus in de supermarkt ligt, ja, dan heeft de consument ook niet de keuze om daarvoor te kiezen. Dus daar ligt wel een deel van de oplossing, denk ik. Is dat vanuit het BioRomeo deel antwoord op je vraag? Ja, ja, nou ben ik heel benieuwd naar jullie antwoord of jullie daar ook een rol in zien. Esther, misschien kun jij die het beste beantwoorden. Ja hoor, zeker. Nou, wat wij hebben gedaan is eigenlijk ook echt gekeken naar wat zijn de mogelijkheden en wat wordt er al gedaan. En als het al gedaan wordt, dan is dat helemaal goed. Dan gaan wij daar niet tussen zitten. Dus we hebben echt gekeken naar nieuwe toepassingen van een bestaande tweede of derde keus product. Dus wanneer, en we hebben met onder andere supermarkten gesproken. Daarbij werd soms aangegeven, nou, we doen al een beetje, of we doen het initiatief van de kromme, de komkommer, ja, de buitenbeentjes. Dus die initiatieven zijn er al en dat vertellen ze ook dan.
Wat we hebben gemerkt is dat er wel ook vanuit de agrarische, het agrarische aanbod ook wel verschillen zijn in wat er mogelijk is. Dus bijvoorbeeld een, zeg maar, direct aan consumenten. Bio Romeo die doet dat, maar er zijn ook een aantal agrarissen die eigenlijk alleen maar in grote hoeveelheden willen verkopen. Ja, dan heb je gelijk al een andere uitdaging. Dat is, ja, dat is gewoon ingewikkeld als je daar niet op ingericht bent om in kleine hoeveelheden te leveren. Dus tot nu toe bleek daar dus geen match te zijn. We hebben in de verschillende pilots hebben we heel veel ketenpartijen gesproken en gekeken van hey, hoe kunnen we dit aan elkaar koppelen. En ik denk dat zelf dat het voorbeeld van sla en dat was Biobras eigenlijk ook echt een mooi voorbeeld is waarbij dus Biobras een heel mooi aanbod heeft, vers product. En dat dan aan sla wel zou willen leveren, maar dat eigenlijk de vraag vanuit sla niet overeenkomt, de grootte daarvan, met wat zij kunnen leveren, om die directe levering tot stand te brengen. Zo zitten allerlei nog, ja, weet je, het is gewoon nog niet helemaal geregeld zoals we het zouden willen. Maar er zijn wel kansen, zijn dus nu met zo'n tussenpartij als Instok aan het kijken of het alsnog geregeld kan worden. Dus door eigenlijk die zoektocht krijg je zo langzaamaan een beetje poppetjes die bij in de keten zo langzaamaan naast elkaar kunnen gaan samenwerken om zo een goede stroom te krijgen, een outputstroom voor de restproduct. Tweede, derde caseproduct. Ja. Misschien samenvattend, wat we eigenlijk gedaan hebben. We hebben de reststroom als, of de tweede, derde keuzestroom als uitgangspunt genomen. En eigenlijk zijn we gewoon al die oplossingsrichtingen gaan verkennen. Hè, of het nou via een korte keten is of op een andere manier. De volumes zijn zo groot. Hè, we hebben het nu alleen maar over het bedrijf van Bio Romeo. En dan gaat het al over serieuze volumes. Dus er is niet één oplossing. Ook dat hebben we denk ik vanochtend wel in het verhaal van Twan gehoord. Er is niet één oplossing. Dus we zullen verschillende richtingen moeten verkennen. En dat doen we dan door middel van pilots. En de ene is wel en de andere is niet succesvol. Daar lopen we tegen bepaalde grenzen aan. Het voorbeeld dat Esther geeft is heel sprekend. Dat de meeste akkerbouwbedrijven die zijn ingericht op schaalgrootte. Daar gaat het met pallets en liefst trailers tegelijk. Op het moment dat daar zeg maar, een relatief kleine order van retail of vanuit horeca, vanuit food service binnenkomt. Ja, dat past gewoon niet in de systemen, zeg maar. Dat is een interferentie op zeg maar, die grote schaal waar ze mee werken. Dat zijn allemaal van die elementen, daar lopen we tegenaan. En er zijn bedrijven die zeggen, nou, we zien daar echt een aantrekkende markt. We verwachten dat daar groei zit om op die manier te gaan beleveren. Ook kleinere orders die zich daarop gaan inrichten. En er zijn bedrijven die de keuze maken van nee, wij blijven toch zeg maar, op mainstream grote hoeveelheden. Dus het is een combinatie van. Volgens mij zitten we redelijk aan de tijd. Is er nog één laatste? Meneer hier. Volgens mij, Tineke, ben je onderweg? Oh, alleen zonder microfoon. Ja, ga je gang. Ja, dankjewel, Tineke. Geert-Jan Pastoor, Pastoor Consult, Fish Value. Is het probleem ook niet de grilligheid van uw stromen om te kijken naar nog hoogwaardige verwerking? Ik heb me nu al 2 jaar bezig gehouden met hoogwaardige verwerking. Ja. Te kijken of je inderdaad eiwitten, proteïne en dat soort dingen uit producten kunt halen. Onder andere uit visresten. Maar ook je kunt natuurlijk ook kijken naar diezelfde peen waar we het nu over hebben. Of je die niet veel hoogwaardiger kunt verwerken. Hè, wat mij triggerde net nog weer is dat die reststroom vanuit het sap, wat Tineke net ook naar vroeg. Dat die dan als veevoer weggaat. Ja, daar zitten natuurlijk ook nog bepaalde producten in die je eigenlijk nog veel hoogwaardiger zou moeten verwerken. Ja. En met respect hoor voor de quickwings die jullie nu gehaald hebben, hè, met het sap en dat soort dingen. Maar de grilligheid van de markt is dan natuurlijk het probleem. Waar we het net ook al over hebben met de hoeveelheid wortels en het aanbod daarvan. Maar dat is natuurlijk een beetje het punt om industrieel ook wat op te kunnen zetten. En dat is een constatering, denk ik. Maar ik denk, ik ga toch nog wat zeggen. Maar, ja. Nee, maar dat is er absoluut eentje. Die is per stroom heel specifiek. De voorkeur zou moeten hebben om te kijken naar die totale bulk van stromen. En of dat dan toevallig die paarse peen is, of de normale peen, of de resten van McCain, om dan ook maar even wat te noemen. Ja.
Daar zou je eigenlijk naar moeten kijken of je daar wat voor kunt verzinnen. Hè? Ja. Jullie hebben het voorbeeld in Den Bosch met de sinaasappelschillen. Ja. Dat is natuurlijk heel specifiek, is een monostroom. Dat is natuurlijk veel makkelijker. Maar hier heb je natuurlijk een hele grote hoeveelheid, ook vanuit die agrarische productie die heel nadrukkelijk aanwezig is, ja, van een aantal hele grote stromen die je eigenlijk zou moeten raffineren. Ja. Terecht punt dat je maakt. We hebben daar geen evident antwoord op. Anders dan dat we het erkennen dat het zo is. En op het moment, dan gaan we een beetje buiten de scope van onze opdracht. We hebben bioraffinage even gelaten voor wat het is. Maar is absoluut ook een oplossingsrichting, hè, die we zeker niet uit het oog moeten verliezen. En dat daar altijd de uitdaging ligt. Hoe heb je aan de voorkant zeg maar, zekerheid van grondstoffen? Zeker als ze niet primair zijn, maar secundair, hè, vanuit een reststroom ontstaan. Maar ook hoe heb je aan de achterkant je afzet geregeld? Hè, mag je inderdaad zeg maar, die reststromen ook inzetten voor nieuwe voertoepassingen? Dus er zitten allerlei haken en ogen aan die je zonder meer goed moet uitfilteren voordat je ook echt een plant gaat bouwen. En als die gebouwd wordt, ja even, ik ben het helemaal eens met je stelling, maak hem dan multi-feedstock. Hè? Dus zorg dat er verschillende reststromen verwerkt kunnen worden. Verschillende eindproducten uitrollen die vervolgens ook hun weg naar de markt vinden. Dus even helemaal eens met wat je aankaart. Hebben we er een directe oplossing voor? Nee, maar we staan wel open voor discussies. En we hebben al wel onderweg wat ervaring opgedaan hoe we een aantal van deze dingen kunnen tackelen. Nou, en als toevoeging daar wil ik wel zeggen dat klein beginnen. Dat heeft onder andere bij Peel Pioneers, dat is de sinaasappelverwerksfabriek, heeft wel ervoor gezorgd dat je dus niet een miljoenen strop leidt. Dat je klein begint en je aannames gaat testen. En dat is echt een manier, denk ik, om ook zo'n uitdaging aan te gaan en te kunnen gaan schalen. Mooi. Heb ik nog ruimte voor één vraag of moeten we gaan afronden? Als het goed is, komt het publiek vanaf de andere zaal zo teruglopen. Dus zolang ze nog niet allemaal zitten... Nee, mag ik dan die meneer nog even het woord geven met het witte shirt aan? Ja, dan ga ik even naar de microfoon. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben Wiebe Langendoen van de Rabobank. Ik denk dat we het ook vooral moeten zoeken bij de consument. In Nederland geeft de gemiddelde consument 12% uit van zijn inkomen aan voedsel. En die wil daar erg mooi voedsel voor hebben. En wie nou zegt het, hè? Misvormd fruit of andere groenten smaakt ook prima. Dus het gaat ook om de mindset van die consument. Ja, zonder meer. Ik denk dat we daar vooral ook aandacht aan moeten geven. En op welke manier geeft Rabo daar aandacht aan, wat jou betreft? Nou, ik denk qua smaak, daar hoop ik het te zoeken en te vinden bij de verwerkers. Uiteindelijk hebben we denk ik met z'n allen een soort van verplichting zeg maar, om die consument te informeren. Mm-hmm. En dat doen wij middels trainingen, samen met ondernemers. Ik zit ook veel met ondernemers aan tafel om juist die reststromen als een verdienmodel te zien. Ja. Oké. Okay. Dankjewel. Ik denk dat we toegaan naar afronding, want ondertussen druppelen hier de mensen weer binnen. Ik wil jullie bedanken voor deelname, zowel de mensen hier in de zaal als ook de mensen die via de livestream betrokken zijn geweest. De livestream die zal gemonteerd worden, blijft ook in latere instantie nog beschikbaar. Dus voor nu bedankt en graag tot een volgende keer. Tot ziens. Dank jullie wel.